Nee. Dat heb jij een grote. Yes. Pauze. 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 Play. Pauze. Ik wil dat je je schoenen uitdoet. Je broek uitdoet. Pauze. Hallo. Hallo. Hallo allemaal. Oké, okay, je zult nu vast denken dat er iets helemaal misgaat, maar maak je geen zorgen. Het gaat niet mis, want dit is precies waar deze video over gaat. In deze video ga ik de pauze challenge doen. Maar dat ga ik niet in mijn eentje doen. Dat doe ik samen met mijn lieve vriendje, Rutger! Yeah! Hoi! Ja jongens, ik heb hier een afstandsbediening in mijn hand. Ik noem het normaal knippen, maar bij deze hou ik mezelf even in. Wat heb jij een grote... Deze video is nu al echt heel raar. Kan ik het ook even doorspoelen anders? Dan gaat hij. Dan gaat 3, 2, 1. Play! Oh, ja. Goed, dan kunnen we nu weer verder gaan. Maar eigenlijk zijn de rollen omgedraaid, want jij krijgt in deze video deze... Wacht, heel even, nog niet. Deze afstandsbediening. En dat betekent dus dat jij heel de dag mij op pauze kan zetten, op een play kan zetten. Je kunt me doorspoelen, je kunt me terugspoelen. Dit is wat ik altijd nodig heb gehad. Maar, we gaan het nog erger maken. Jij mag ook eens een dag gaan bepalen wat ik allemaal ga doen. Ik ga dus deze nu aan jou overhandigen. Ja. Eén dag. En dan wil ik hem weer terug. Maar voordat ik hem ga overhandigen heb ik nog één opdracht voor jullie. Want ik ga zo meteen op pauze drukken. En dan moeten jullie een opdracht uitvoeren. De opdracht is als volgt. Je moet eventjes hier beneden toe gaan. En dan kun je op abonneren drukken als je het nog niet hebt gedaan. Tuurlijk. En natuurlijk op het belletje als je nog niet op het belletje drukt. Want dan blijft het hoogst van elke nieuwe video. Elke dinsdag om 7 uur. En een duimpje omhoog. En een duimpje omhoog natuurlijk. Maar je moet ook eventjes reageren. Want ik ben benieuwd hoe vaak denken jullie dat Rutger mij in deze video op pauze gaat zetten. Ben je er klaar voor? 3. Ja. 2, 1, pauze! En we gaan verder! We zijn weer op play, jongens. Ik hoop dat het je gelukt is. Ah! Yes! Hey, ik ga even alle knopjes bekijken wat voor opties ik allemaal heb. Nee! Nou, we schakelen even over naar de andere camera. Oh, dan ga je even water vullen. Ik vertrouw jou echt zo geen meter, weet je wel. Pauze! Oh, nou, wat zullen wij het wel eventjes gaan doen? Nee, zonder van het water. Play! Als het echt de hele dag zo gaat, word ik heel gefrustreerd. Dat weet ik niet wel. Welkom bij de pauze challenge. Pauze. Dus even om te oefenen, want straks moet je het in het openbaar kunnen. Oké, play. Ik geef echt heel mijn leven in handen aan jou met deze challenge. Ik had het iets makkelijker ingeschat. Nee. We hebben heerlijke koffie gedronken, gezet door Thomas, maar... Was je nou bijna mijn naam vergeten? Nee, het is tijd om eventjes boodschappen te gaan doen, want ik wil nog meer lekkere dingen eten. Dus, ik zou zeggen... Wat heb je allemaal op dan? Ik ga je op play zetten, want tijd om dingetjes te halen. Pauze. Doei! 1, 2, 3. Zie je al wat hij doet? Hij speelt vals. Hij komt nu hier naar beneden. Hij ging er daarin. Denk je dat ik je niet door had? Play! Heb je me een wisseltruc gezien? Ja. Ik kom echt op hele kwaadaardige ideeën, maar ik doe het niet. Nee, je gaat me niet voor die treble pauze zetten. Dat is niet het goede voorbeeld. We zijn ondertussen in de supermarkt. Alleen, wat moeten wij eigenlijk hebben? Nou, avondeten, dus groenten. Wij eten altijd kant. Pauze. Gaan we even kijken wat er gebeurt. Ik hoop zo dat er iemand aankomt. En play. Het was heel hard. Het personeel staat ook allemaal naar te kijken. Opdrijven? Ja. Hoppa. En pauze. Play. Het was heel awkward. Die vrouw kon niet langs met de kinderwagen en zo. Sorry, en ik bleef wel arrogant staan. Ik kom echt niet aardig. Maar dit was zo erg. Kijk, je ziet het spoor nu ook. Je bent een soort slinger gaan. Okay. Ja. Pauze. Wat ziet er zo heel raar uit. Play. Welkom wil je? Die Italiaanse bol eigenlijk. Pauze. Play. Pauze. Play. Pauze. Play. Pauze. Play. Ja, wat? Echt mee kappen, dit is heel erg. Rut.
Mijn poes staat al heel lang op pauze. Dan moeten we hem weer op play zetten. Ja, op een of andere manier moet ik hem op play zetten. Ik ga batterijen zoeken. Doet hij het nou? Volgens mij doet hij het. Oh my god. Hij doet het weer, jongens. Dit was echt van groot belang dat hij het weer zou gaan doen. Yay. Gelukkig. Hij staat niet meer op pauze. Nu kan iedereen zich weer gaan frustreren in de video's dat dit ding wat op de achtergrond heen en weer gaat. Sorry, not sorry. Ondertussen gaan wij eventjes lunchen. En jij bent het aan het dekken. Je hebt mij op play gezet. Ja. Ik heb jou op play gezet nu. Nou, kan ik vast even oefenen. Want aanstaande donderdag... Oh, ja. Ik ga jou zo hard terugpakken. Want jij bent het nu bij mij aan het doen. Maar ik ga dit voor aanstaande donderdag bij Rutger doen. Dus heel alles wat hij vandaag doet, kan hij keihard terug gaan verwachten. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Zo, meneer heeft weer twee broodjes, hè? Heel bang ben ik nu tijdens het eten. Hoezo? Ja, gewoon. Ik ben bang dat jij opeens iets raars gaat doen. Hm. Zo. Smakelijk. Pauze. Zo. Nou. Ga ik even lekker mijn broodje eten. Ik heb kip met kaas en tomatensaus. Oh, ik ben de komkommer nog vergeten. Ja. Nou, gelukkig heb ik die hier liggen. Die snij ik ook nog eventjes. Oh, het valt allemaal op de grond. Dus je moet niet beginnen voordat ik klaar ben, hè? Wel gezellig samen eten. Kwel je al? Play. Ja, je begon gewoon zonder mij. Dat is je begon echt te kwijnen hier. Het was heel erg. Wij zijn onderweg naar Utrecht. Dennis? Ja. Het is tijd voor een pauze voor onze huid. Ja, want we hadden vandaag toevallig een afspraak staan met Annelijn. Die altijd ons gezichtsbehandeling om zoveel tijd doet. En dan reinigen ze het helemaal. En dan kunnen we weer helemaal fris tegenaan. Nu is Rutte aan het rijden, dus hij kan me gelukkig niet op... Wow, kun je een beetje rustig rijden? Ik rijd rustig. Dat was alleen maar een plafond. Dus ik kan mezelf nu op pauze gaan zetten. Ja, ik let op. 3, 2, 1... Maar nu kan je jezelf niet meer op play zetten, want je staat op pauze. Rut. Ja? Kunnen we stoppen bij de Starbucks? Tuurlijk. Het is tijd voor een pauze voor ons allebei, halverwege de rit. Helemaal happy al, dat we de Starbucks gaan. Het leuke is, ik heb niet alleen de controle over de afstandsbediening, maar ik mag ook Thomas een rare opdracht geven om het nog iets moeilijker voor jou te maken. Dus... Mijn hart gaat al echt een keer, want jouw opdrachten zijn nooit chill. Ik heb het volgende bedacht. Ik wil jou als held op sokken zien. Oftewel, ik wil dat je je schoenen uitdoet. Je broek uitdoet. Eventjes een rondje hier loopt. Nee, Rut, er zijn allemaal auto's hier. Dat kan echt niet. Je gaat hem niet op pauze zetten dan. Want dan sta ik echt mega voor lul. Je gaat het zo hard terugkrijgen, hè. Je gaat het zo hard terugkrijgen. Maar niet vandaag. Pauze! Lee! Nog even een rondje om de auto. Ik voel me echt een heel naar persoon. Ja, en het mag weer omhoog. Het voelde dan vrij eigenlijk. Nou, even een applaus voor Thomas dat hij dit heeft gedaan. Die man, die ligt helemaal plat in die auto. Het was heel zuur. We staan weer in de lift en mijn vrouw zei bij de receptie dat we hele leuke schoenen aan hebben. Was het ook tegen mij? Ja, leuke schoenen, zei ze. Ja, je hebt er toch twee aan? Ondertussen zijn we bij Annelijn. Hallo Annelijn. Rutger gaat als eerste en dan krijgt dus een peelingbehandeling. En als je peeling te langer ophoudt, het gaat toch branden? Dat is niet goed. Ja, dan kan je uit het stuk gaan ook. Oh, jammer dat de afstandsbediening niet zelf heb vandaag, anders zal ik hem nu bij jou op pauze kunnen zetten. Oh. Hey Thomas. Ja? Ik zet je even op pauze. Oh, heerlijk. Dit ziet er echt heel raar uit. De shine weer. Gelukkig heb je me niet op pauze gezet net. Wel. Dat was chill. Hè. Ik had liever daar even willen blijven liggen. Maar goed. We gaan weer verder. En toen was deze Brabander weer terug in Brabant. Maar weet je wat leuk is? Nou. Meer mensen doen hier de pauze challenge. Kijk maar. Wat erg. Zo moet het. Nou, ik doe het toch best goed elke keer. Nou, weet je, ik heb in mijn onderbroek net op de parkeerplaats gestaan. Ik vind dat aardig knap voor mezelf. Ja, we gaan eventjes gezellig hier de stad in en wat eten. En Rutger heeft nog steeds... Oh nee, die zit in mijn zak. De afstandsbediening. Tuurlijk. Dus je weet nooit wat gaat zetten? Ha ha ha.
Play! Het was echt mooi. Keihard uitgelopen. Ja, nou en? Ze zeiden een mooi standbeeld ben je hoor. Zie je? Heb je het heel goed gedaan. Ik vond me wel mooi, dus dat scheelt me. En zie je het als een geweldig compliment? Oh my god. Ik ben zo blij altijd als ik in Den Bosch ben. Hoe voelt dat, Den Bosch? Ja. Ja, dat is gewoon een gevoel wat ik dan niet kan omschrijven. Ik spoel je even door. Thuis. Je gaat altijd over. Yes. Lief, ik zie echt de winkel waar je eventjes door het raam moet kijken. Hier, de Hunkemuller. Ga maar eventjes bij het raam kijken wat voor moois je ziet. En pauze. Play. Heb je wat moois gezien? We gaan die kant op. Je kunt wat over mij zeggen, maar jij loopt heel de met dat ding rond. Ik heb een budget, ik heb een rekenmachine. Zo ziet het er wel uit. Zoals gewoonlijk was het geen goed idee om een kledingwinkel in te lopen. Want we hebben onze handen alweer vol met alles wat we gaan passen. Ja, lekker bezig. Oeps. Moet jou eventjes op pauze zetten, want dit gaat natuurlijk helemaal mis. En play. We hebben ondertussen een heel gezellig restaurantje gevonden. Wij hebben de tapas besteld. Dat ziet er heel erg goed uit. Smakelijk eten. Iets smakelijk. Ik zit heel erg te twijfelen of ik Thomas op pauze zal zetten. Je mag even eten, maar dan gaan we zo weer verder. Nou, we hebben heerlijk gegeten en ondertussen zijn we een stukje verder gereden. Want hier in de buurt zat ook de Mediamarkt en Rutger wilde eventjes kijken. Pauze. Ik wilde kijken voor een föhn. Niet lief. We willen allebei kijken voor een föhn. Godver! Biet je nou eens schreef? Nee, dat was jij! Dat is gewoon heel menselijk. Soms moeten we gewoon wat luchtjes uit. En mijne ruikt trouwens nooit hoor. Pauze. Play. Zo, heerlijk. Ik voel me zo luiden. Oké, godverdomme. We zijn op zoek naar een föhn in de Mediamarkt. Nee, je moet je inhouden een keer. Als iemand mij deze wil geven. Dit is echt een kind in de Bart Smit altijd. Rut, ik heb hem gevonden. Dit is hem. Hij is ook voor mannen, kijk, man. Ja. Heb je een föhn gevonden? Ik heb er één. Wordt dit hem? Ik kan je op pauze zetten, maar ik kan ook op de rem drukken. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar de zon gaat daarachter onder. Dat betekent dat deze dag ook weer voorbij is. En ik kan je vertellen, ik vond het een aardig awkward dag. Het was heel ongemakkelijk. Ja. En ik ben wel een beetje bang nu geworden. Ja, want vandaag heb jij heel de dag deze afstandsbediening kunnen vasthouden. En mijn dag dus kunnen bepalen en mij op pauze kunnen zetten. Dat was echt verschrikkelijk. Ik ben blij dat ik mijn eigen leven weer terug heb. Maar ik ga dat nou bij jou uitvoeren. En dat kunnen jullie allemaal aanstaande donderdag zien om 4 uur op Rutgers kanaal. Dus nu geef ik officieel alvast de afstandsbediening aan jou. Dankjewel. Wees voorbereid, je krijgt hem keihard terug. Ik ben echt bang. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe vooral eventjes een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie gewoon volgende week dinsdag weer om 7 uur op mijn YouTube kanaal. Gewoon Thomas, au doei. Doei. En dan zet ik jullie nu uit.